Hoi, ik ben Floris en vandaag ga ik het hebben over mijn favoriete verhaal, Zaal 6 van Anton Tjechov. Het verhaal gaat heel kort als volgt. Er is een ziekenhuis in een niet heel belangrijk Russisch dorp en daar is een dokter. En die dokter is verantwoordelijk voor het ziekenhuis en die heeft het overgenomen van zijn voorganger en het was één corrupte bende. Mensen gingen daar niet naartoe om beter te worden, maar om te sterven. En de dokter zag dat en vond het wel verkeerd, maar hij was niet echt in staat om er iets aan te doen. Hij begon heel enthousiast met de praktijk, maar op een gegeven moment dacht hij, ja, of die boer nu sterft of over 5 jaar, wat maakt het ook uit? Er zijn belangrijkere vragen, belangrijkere dingen in het leven en hij stortte zich op de filosofie, op de geschiedenis en op boeken lezen en die patiënten, ach, dat maakte hem niet zo heel veel meer uit. Dat liet hij over aan andere mensen in het ziekenhuis. Dus die corruptie bleef bestaan. En in dat ziekenhuis is een zaal, zaal 6, in een klein bijgebouw. Is die zaal, zaal 6, en daarin zitten de krankzinnigen opgesloten. In zaal 6 liggen 5 mannen. De eerste is een kreupele, verlamde man, en die ligt daar eigenlijk alleen maar stil. De tweede is een vrolijke Jood. 20 jaar geleden is zijn mutsenatelier in fik opgegaan. Sindsdien is hij gek geworden. Hij is de enige die af en toe naar buiten mag, en dan loopt hij door de stad, en dan vraagt hij om een aalmoes, en dat krijgt hij dan ook. En dan keert hij terug met enkele muntstukken. Maar die mag hij niet houden, want Nikita, de bewaker, de enige die verder de patiënten wel ziet, ranselt hem dan af en jat al zijn geld en het eten dat hij bij elkaar geschooid heeft. Dan is er nog een dikke boer en die ligt alleen maar en die verroert geen vin, zelfs niet als Nikita hem stompt, wat dagelijks gebeurt. Dan is er nog een postsorteerder. Ja, over hem wordt eigenlijk niet heel veel gezegd. Doet er niet verder toe. Maar wie wel belangrijk is, is de vijfde man, Ivan Dimitris. En eigenlijk per ongeluk komt de dokter bij hun op bezoek. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. De dokter komt in gesprek met Ivan. En dan gebeuren de mooiste dingen. De dokter die houdt een filosofie voor die je eigenlijk omschrijft als de Stoïcijnse filosofie. Die meent dat het ware genoeg in de geest zit. Dat je altijd de vrijheid hebt om je te verhouden tot je omgeving. Dat het helemaal niets voor uitmaakt waar je zit. En die man in het gesticht, Ivan Dimitris, die denkt, nou, dat is makkelijk praten als je het zo goed voor elkaar hebt. Als je altijd een luizen leventje hebt geleefd, als je geen koud hebt gekend, als je niet iedere dag in elkaar wordt getikt, als je niet permanent honger hebt. Dan is het makkelijk om zo'n filosofie te hanteren. En dat is zijn punt. Je kan het lijden wel doen alsof dat niet voorstelt, alsof je alles met je geest weg kan denken. Alsof het niets uitmaakt. Alsof de omgeving geen enkele invloed op je heeft. Maar dat is makkelijk praten vanuit je studeerkamer. Als je het goed voor elkaar hebt. Als je altijd al hebt kunnen studeren. Als je altijd te eten hebt gehad. Als je pijn hebt. Als je honger hebt. Dan moet je het lijden serieus nemen. Dan kan je dit niet verachten. En de dokter raakt gefascineerd door Ivan Dimitris. Het is niet alsof ze het in één keer met elkaar eens worden. Maar de dokter denkt, eindelijk heb ik iemand ontmoet. Een gelijke, een intellectuele gelijke die bij mij het gesprek aan kan gaan. Iemand die boeken heeft gelezen, maar die ook de wereld heeft ervaren, die weet hoe het zit. En iedere dag gaat hij opnieuw terug naar Dimitris. En ze gaan praten, hij praat en praat. En ja, het gerucht gaat dus rond. De dokter gaat naar het gekkengesticht, hij gaat naar zaal 6, wat doet hij daar? En mensen beginnen zich zorgen te maken. En een van de andere doktoren, een onderdokter, nogal een flapdrol blijkt uit het verhaal, hoort hem. Hoort de dokter daar spreken en hij hoort dat de dokter tegen Dimitri zegt, vriend. En hij denkt, oh nee, dit gaat helemaal mis. En vanaf dat moment is de dokter eigenlijk de lul. Heel de wereld om hem heen heeft het idee dat de dokter gek aan het worden is. Ze zoeken bewijzen, ze vinden bewijzen. Uiteindelijk belandt ook de dokter in het gekkengesticht. Hij voelt ook de klappen van Nikita. En uiteindelijk sterft hij ook. Hij heeft het lijden ook gekend. En Tjechov beschrijft het op zo'n fantastische manier. En vooral die gesprekken tussen de dokter en Dimitri. Ja, het is fantastisch om te lezen. Het gaat over zulke essentiële vragen. Over het lijden dat inherent is aan het leven. En wat misschien makkelijk is om weg te praten. Als je filosoof bent, als je het goed voor elkaar hebt. Dan kan je vanuit de hoogte over praten. Maar als je het werkelijk ondergaat. Die kou en die pijn en die ellende. Die opgeslotenheid. Je moet niet vergeten dat Dimitri nergens heen kon. Hij zat er in een zaal met 4 andere gekken. Hij leed ook wel zelf. Ik bedoel, hij had het idee dat hij constant achtervolgd werd. Hij was paranoïde, maar af en toe had hij momenten dat hij wel mens was. En dan zag hij hoe hopeloos, uitzichtloos zijn
zijn omstandigheden. En Tsjechov beschrijft dat op zo'n manier dat gaat ver voorbij de huiskamerfilosofie. Hij laat het leven, het rauwe leven en de ellende zien zoals het kan ontstaan. En ook, ja, hij roept de vraag op, hoe moet je daarmee omgaan? Het knappe aan Tsjechov is dat hij niet een schrijver is die allemaal antwoorden probeert te geven. Hij probeert gewoon te beschrijven hoe het is, de ruwheid van het bestaan. Ik heb nu maar één van de thema's besproken, maar er zitten nog veel meer thema's in. Waar het ook over gaat is, hoe kan het ziekenhuis daar terechtkomen? Hoe kan het ziekenhuis zo corrupt zijn? En het antwoord wat daarop wordt gegeven is omdat iedereen het laat gebeuren. De dokter vond zijn voorganger een schurk, maar hij is uiteindelijk zelf niet heel veel beter. Degene die het gaat overnemen, die vindt de dokter een schurk, maar zelf doet hij er ook niet echt iets aan. Die corruptie die is overal, maar niemand neemt zelf de verantwoordelijkheid om in te grijpen. Een ander thema waar het over gaat is, wie is er gek en wie is er niet gek? Volgens de dokter is Dimitri de enige man met wie hij kan praten. De andere mensen met wie hij omgaat in de stad, maar ook een vriend die hij heeft, die gaan hem steeds meer tegenstaan. Uiteindelijk is het de gek met wie hij het beste overweg kan. Ja, wie is er dan gek en wie is er dan niet gek? Het is in ieder geval duidelijk dat er twee mensen in zaal 6 belanden, die daar misschien wel of niet thuis hadden gehoord. Ook dit is een interessante vraag. En daarom, ja, als je mij vraagt, moet je dit verhaal lezen, dan zal ik meteen zeggen, dit moet je lezen. En niet één keer, meerdere keren. Het verhaal is een bladzijde of 60 en je kan het gerust lezen op een avond. Als je een uurtje of 3 de tijd hebt, doe het. Het staat zoveel ideeën, prachtige beschrijvingen. Ik heb nog zoveel niet genoemd, zoveel karakters die erin voortkomen. En die Tsjechov gewoon in een halve bladzijde tot leven wekt. En dat je gelooft dat ze bestaan, dat ze een hele geschiedenis hebben, dat ze een hele toekomst hebben. Dit verhaal heeft alles voor mij. Alles. Dus lees het. En ik hoor heel graag wat jij ervan vindt. Of je er ook zo van onder de indruk bent. Of dat alleen maar mijn gekheid is. Veel leesplezier geweest.